Investeringen in het onderwijs zijn hoog nodig om de cyclus van armoede te doorbreken, zei VHP-parlementariër Reshma Mangre gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Mangre pleit voor meer geld op de begroting van onderwijs. Voornamelijk in het binnenland zijn er scholen die nog moeten worden gerenoveerd. Daarnaast kent het onderwijssysteem volgens Mangre nog veel zaken die jarenlang niet zijn aangepakt. Ik pleit voor tenminste 100 miljoen extra op de begroting van onderwijs om al deze problemen op te lossen. U heeft gisteren ook geluisterd naar collega parlementariër Wakki, die heeft aangegeven hoe het gesteld is met het onderwijs in het binnenland. Voorzitter, om eerlijk te zijn, als ik een brief van 15 jaar geleden uit de kast zou halen, dan zijn de problemen hetzelfde gebleven. Regeringen komen en gaan en hebben bijna nooit een verandering ingebracht. De omstandigheden, de werksituatie van leerkrachten is bijna jaar in jaar uit hetzelfde gebleven. Ze moeten het altijd doen met blikjes waar, slechte communicatie, geen randvoorwaarden die in place zijn gebracht, dat het aantrekkelijk wordt dat leerkrachten naar het binnenland gaan om les te geven. Mangre vraagt de regering ook bijzondere aandacht voor de werkomstandigheden van de leerkrachten in het binnenland. Leerkrachten die pas in dienst zijn, moeten te lang wachten op hun eerste salaris, zeker 4 tot 6 maanden. Ook op de uitbetaling van overuren en gratificatie moeten leerkrachten veel te lang wachten, weet Mangre. Ik heb een concreet voorstel. Ik stel voor dat er een helpdesk komt op het ministerie van Onderwijs om al deze problemen op te lossen op korte termijn. Maar ook de achterstanden die er zijn, om die achterstanden met betrekking tot gratificatie en rechtspositie, om dat snel op te lossen. DNA-lid Mangre doet ook een voorstel dat de minister van Onderwijs weer de draad oppakt met betrekking tot jubileumvieringen.